Wesh, la famizi vandaag. Ewa, la famizi, wesh, la famizi. Let niet op mijn haar, ik heb een beetje het grote voorhoofd. Alles strak achteruit gekamd, maar dat is een proefje. Het is een probeerster, ik heb gember in de mix, gember met coconut milk in mijn haar gegooid. En kijk eens, het werkt beter dan wax of gel. En het verzorgt ook. Ik heb het niet gedaan om er fly uit te zien, integendeel. Het is een haarverzorgmiddel die ervoor zorgt dat... Ja, dat is een anti-haaruitvalmiddel. Het helpt ook het haar te verzorgen tegen roze en zo. Dus de pelletjes die hierin zitten, zeker geen roze. Het is stukjes gember. De ginger kunt dat zeggen. Oké, guys. Ik neem jullie mee vandaag naar een uniek domein. Een kasteel. Een verlaten kasteelswoning waar de bekende charmezanger Wiltura. Kennen jullie Wiltura van... Ik draai hier rond. Nee. Dat is Willy Sommers. De man die ronddraait als een leeuw in een kooi. Het gaat hier puur over Wiltura, de zanger van... Zolang er zonmuziek en verlaten locaties zijn. Ja, mooi. Leven is mooi. En dan na hem hebben we ook nog... Hemelsblauw arme Joe. Dus echt de bekendste charmezanger. Een beetje in Amerikaanse stijl. De Vlaamse cowboy. Die is daar getrouwd. In dit rijke kasteel. De eigenaar is 1 jaar geleden... Heeft hij het loodje gelegd. Dus we gaan kijken wat er overblijft van zijn imperium. We bevinden ons hier aan de hoofdstad. Dicht bij de hoofdstad. In het... Ik kan niet zeggen als het Vlaams of het Waalse gewest is, maar dus daar is de poort al. Kijk. En ik dacht van ja, dat gaat toch dat moeilijk zijn. Maar ik heb ze gisteren gewoon ontdekt en ik heb ze gewoon open laten staan. Kijk, die poort staat gewoon open, dus vanaf nu zitten we gewoon in. We're in, fam. En we zijn veilig. Gisteren zag ik wel een vos. Maar nu zitten we echt in de game, bro. In de game. Goed, klaar. Klaar voor het huis van Wiltura. Okay, je moet wel opletten, want toen ik de locatie vond via Google Maps, kijk eens aan hoe prachtig. Toen ik de locatie vond via Google Maps, kon ik niet geloven dat dit hier was. Want kijk, we zijn omsingeld. Dit domeintje is omsingeld door wijken. Door woonwijken, door villa's, libellule. Ewa, dat had ik nog niet gezien gisteren. Dus je moet gewoon opletten dat we ons niet laten capteren. Dus ik ga niet te veel hier rond de rand lopen. We gaan gewoon recht naar ons doel af. Recht naar het kasteel. Kijk eens aan hoe mooi die architectuur, het torentje. We horen hier rare geluiden, maar dat is een gevolg van de storm Eunice, die dit weekend ons land heeft bereikt. Een mini vijver. En ik denk, jongens, we gaan gewoon direct het kasteel aanvallen, man. Dit is een tweede ingang. Tweede ingang die eigenlijk volledig gebarricadeerd is. Dus ik stond ervan versteld. Ja, de ingang waar wij zijn binnengeraakt zo easy was, zo makkelijk afgaan. Dus hier grenzen we weer. De wijken. Dus we letten even op. Natuurlijk, als ze hier mijn voeten zien, ben ik fucked. Altijd een beetje sparren. Hier ben ik gisteren niet geweest. Creepy man. De oude eigenaar. Philippe en Mathilde, de woonkamer. Ik probeer jullie genoeg licht te geven voor de creatie. Ordinaire ruiten,
gordijnen. De sleutelkast. Nu zijn we weer aan de voorkant. Die prachtige zuilen. Detail. Dit is echt een van de mooiste kastelen die ik ooit al heb mogen ontdekken hier in België. Die verlaten staat, man. De kelder ben ik niet geweest gisteren. Dus die kan ik ook even uithalen. En dit viel me ook op. Heel veel stofzuigers hier in dit huis. Telly. Zo'n echte oven, een echte haard. De rijke landheer. De kelder is de enige plaats die we nog niet hebben gedaan. Dus daar gaan we nu samen ontdekken. Speciaal voor jullie, voor jullie. Nog meer stofzuigers. Foto's van de familie. Eeuw, ik word helemaal bar hier in dit horrorhuis. De frames per second zijn geregeld, maar we hebben een groot deel van de video weer verneukt, man. Het is altijd hetzelfde liedje. Een kast met files, met dossiers. En weer die landheer. De landgraaf. Volledig ondersteboven gehaald, maar kijk, de buitenkant is prachtig, daar gaan we nog even van genieten. Junius heeft ook zijn schade gemaakt. Butterfly. Wat een prachtig verlaten kasteeltje met het embleem. Zalig. En een van de mooiste ruimtes vind ik hier is de lakenhal, het zwembad. Kijk, daar zijn we nog zelf niet geweest. Maar er is niet veel soep, alles is gewoon uitgebroken. Hey Wafam, ik sta hier voor de mooiste, voor het mooiste kasteel. Het mooiste verlaten kasteel van België. Kijk eens aan, draai je rustig om. Prachtig, Wiltura is hier getrouwd, de enige echte Vlaamse charmezanger. Mooi man. Kijk, vooral de detail hier in dit huis is prachtig. Hoe de natuur en de dekken zijn samengegroeid tot één geheel. De storm Younes heeft er ook wat mee te maken. Prachtig gewoon. Dus ja, dit departement hebben we al uitgehaald. Dan rest er ons nog dit, helemaal leeg gegooid. Maar dan daar heb ik wel interesse in. Het oude zwembad, de trappenhal, het luxe, het gastenverblijfje. Maar je bent toujours là, moi. Dus ja, jammer genoeg zijn we een groot deel van de video verloren, omdat ik een groot deel van de kwaliteit heb gefilmd in te hoge frames per second. Maar dat is geen probleem. Kijk, hoe mooi. Ik kwam hier gisteren voor het eerst en ik zag een vos. Die was heel bang, die liep weg van mij, maar ik was wel geïmpressioneerd. Je voelt wel dat er leven is hier, broer. Je voelt echt wel dat er leven is. Kijk, we gaan hier deze kamer in checken. Zo is dit ook al gedaan. Ready for the lights. Wow. Dat had ik gisteren niet gezien. Speciaal herrezen uit de as. Een vochtigere kamer. Ja, nog eigenlijk kunstwerken. Karikaturen. Kijk. Kijk eens dan.
Daar is hij de bekendste foto van het kasteel. De kasteelheer. Hier met zijn jonge bruid nog toen. Des toen. Wat vliegt de tijd toch voorbij en al de rest is gewoon in zwart-wit. Zwart-wit foto's. Zijn voetbalploeg. Zijn adoptie, kinderen. Sheesh. Time flies by. Time flies by. En je ziet dan helemaal plat gegooid. Ja, het is een mooie dag, dus de mensen zitten buiten, dat is zeker. We gaan nog een laatste toertje doen. Er was één kamer die me was bijgebleven, die ik jullie zeker wil laten zien. Die groene kamer gewoon. Hé, ik voel het wel aan mijn rug van zo te flexen, broer. Ik voel het echt wel aan die rug. Oké. Is dat een uitkijkkamertje? Het is echt para, bro. Ik hoor deuren en vensters wegwaaien, heel de tijd dichtklappen. Maar het is gewoon die wind. Het moet niet zo para zijn. Een harde machine. Maar ook wel voor paarden zijn, neem ik aan. Ja, de oude paardenstal is niet echt mijn interesse, maar ook niet echt iets interessants te zien buiten al die lege bierblikjes en lege botten. Ja, botten zijn laarzen in het Vlaams. Botten zijn laarzen in het Nederlands. Oh ja. De lucht is zo mooi blauw, man. Ik ben hier helemaal alleen, de suspense is er om te snijden. Kijk, ik denk als we nog één ding missen, is het misschien het groene kamertje, de vegetatiekamer, de Rapunzelroom, als ik ze noem. Daarboven, dus dat gaan we nog even checken. En dan is het voor mij goed en prima, heb ik alles gezien. Kijk, de lamp die brandt nog. Hier heb ik een speciale constructie. Een trap. Gemaakt van een deur. En dan hier die naalden. Dus het is eigenlijk gewoon een trap. Een oude bel en ik hoor weer fucked up geluid overal. Het is hier net naast, maar de geluiden overtreffen echt alles. Het maakt gewoon hier alles veel luider. Overal staan er gewoon flessen. Tekens van die decadentie. Flessen champagne, flessen wijn. Rotte kamer. Nog weinig zijtje. Nou, herkringjes, dat heb ik niet begrepen. Dat ziet er hier uit als de master bedroom. En dan hiernaast heb je een badkamertje waarvan de ruitige tralies zijn. Zeg me eens goed waarom, broer. Leg me even uit waarom. Houdt hij zijn vrouwen vast, zijn kechjes vastgebonden? Dit is heel sadistisch, broer. Een zolderruimte, niks speciaals. De balcony room. Oh, bedekt onder het vocht, maar kijk. Het mooiste uitzicht heb je hier eigenlijk. Hij had je hier eigenlijk, denk ik. Alhoewel. De beste frisse lucht dan maar. Oei, broer, kijk, pas op als je urbex, want dit is zo gevaarlijk. Doe not try this. Without security. Or when you're not a pro. Kijk, er is nog één kamer normaal die... Volgens mij is deze kamer links. Ja, kijk eens. Die heeft echt iets. Zeker als je zo binnenkomt, kijk.
bedekt onder het vocht. De kasteelheer, zoals op zijn trouwfoto, maar zoveel jaren later. Ik denk misschien een jaar of twee voor zijn dood. Een miniatuur van zijn huisje. Het vocht die doorloopt, kapotte plafond. En de vegetatie die ons naar buiten geleidt. Zo mooi met de zonlicht die eruit komt. Het groen, het klimop die hier rondvormt. En hier stond Rapunzel te wachten op haar prins. O prins, kom mij toch maar halen. Ik heb zo'n mooie roze haren. Ik strek ze uit. Oké, ja, dus hier zitten we echt in het bovenste ruitje. Daar, weet je nog? Kijk, mooi torentje. Mooie uitzicht, kijk. Wauw. Uitzicht op de vijver. Een goede akoestiek hier, dus hier kan ik zingen van Arme Joe. Ja, prachtig. En ik hou van die ruitstijl, mozaïek, tint. En dat was het. Nog een uitgehaalde kamer en hoe kun je het verlaten zonder het CCC-signaal te zien? De 666, the devil is inside, bro. We gaan naar beneden langs de andere kant. Meer op de houten steps. De houten steps zijn altijd minder te vertrouwen, maar ja, je voelt het wel, hè, als het geraamte nog stabiel is. Kijk, en dan gaan we gewoon naar buiten langs de ingang, voor we worden opgemerkt. Ja, ja, son. Nice. I made it. We did it, bro. I did it, fam. Ik moet eigenlijk echt dringend kakken. Echt dringend kakken. Ik weet niet of het van de stress is of van. Dit is het embleem. Meer clues geef ik niet. Kijk. Mooie poort. Ik dacht dat ik busted was. Daarom komt er geen dikke outro. Ik geef jullie ook nog even een 360 view. Jullie meer clues geven, man. Want als ik vraag voor locaties, dan reply jullie toch niet op mij. Dus no problem, fam. We gaan terug naar de Waggy. Ik ben content. Ik ben super content. We zijn super gaande.